Heb je last van stroomuitval? Ga eerst na of er in de rest van de straat ook stroomuitval is. Is dit niet zo? Ga dan na waar de storing zit. Dit kan je achterhalen met een stekkerproef. Hoe doe je dit? Schakel alle groepen in de groepenkast uit of verwijder de zekeringen van de groepen. Schakel ook de aardlekschakelaars uit. Schakel de hoofdschakelaar niet uit. Haal in het hele huis de stekkers uit de stopcontacten. Denk ook aan stekkers in de tuin, cv-ketel, boiler of ventilatie. Schakel de aardlekschakelaar en de groepen in de groepenkast opnieuw in. Doe nu één voor één de stekkers van elk apparaat in het stopcontact en zet het apparaat ook aan. Zodra het apparaat aangaat en aan blijft, ga je verder naar het volgende apparaat. Gaat de aardlekschakelaar om op het moment dat je de stekker in het stopcontact zet of dat je het apparaat inschakelt? Dan heb je de oorzaak van de stroomstoring gevonden. Het is tijd om het apparaat te vervangen of te repareren. Valt de stroom toch uit na het controleren van alle apparaten? Blijft de aardlekschakelaar ook uitvallen? Dan is er waarschijnlijk een probleem met de installatie. Neem dan contact met ons op.